Goedemorgen, kijk naar de weersvrachting van Weerplaza.nl. Nederland ligt er vrij zonnig bij vanochtend. Er zijn slechts enkele wolkenvelden die over het land trekken, maar een de groot deel van het land begint de dag met zon. Maar vrij snel gaan er stapelwolken ontstaan en kan de her en der ook een bui vallen. Dat is vanochtend nog slechts een enkele bui, maar vanmiddag neemt de buigheid toe. Ze worden dan ook pittiger, dan kan een klap onweer bij zitten. En ook windstoot en hagel zijn niet uitgesloten. De wind neemt ook in kracht toe, en zee wordt die windkracht 5 à 6 uit het zuidwesten. En de temperaturen lopen op naar 11 tot 13 graden, dat is ver onder normaal. Vanavond neemt de buigheid geleidelijk weer af. Aan het einde van de avond is het op de meeste plaatsen droog en dan is de temperatuur gedaald naar 9 graden. Morgen blijft het overal droog. De meeste zonneschijn in het noorden van het land. In het zuiden schijnt ochtends nog af en toe de zon, maar smiddags wordt het daar bewolkt, maar regenen gaat het niet. De temperaturen opnieuw 11 tot 13 graden en de wind is naar het noorden gedraaid. Zaterdag hebben we Noordoostenwind, dan is het ook nog lange tijd droog. Pas in de avond kan er misschien in het zuiden wat regen vallen. Temperatuur boekt misschien een graadje winst, maar echt warmer wordt het niet. Zondag is er wel kans op warme weer, van het zuiden van het land, maar het gaat ook regenen. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl